Mijn naam is Janko Heida. Ik ben medeoprichter van De Streekboer, een organisatie die we 3 jaar geleden zijn begonnen. Waarbij we op zoek zijn gegaan naar de boeren die hun eigen producten produceren hier in Friesland. In iedere regio, eigenlijk in elk gebied in Friesland, zit een compleet assortiment aan producten die boeren en producenten zelf maken. En elke boer die werkt eigenlijk voor zichzelf met zijn eigen klanten en zijn eigen product. En wij waren van mening dat we door deze boeren en producenten te verbinden met één assortiment aan de consument en dat aan te bieden, dat we een krachtig concept kunnen vormen en deze boeren ondersteuning kunnen bieden door middel van samenwerking en de coördinatie van die boeren. Dat zijn we 2,5 jaar geleden begonnen vanuit een klein dorpje in Nieuwe Horne en sinds 1,5 jaar ook hier in Zuidwest-Friesland. We staan hier bij een van onze afhaalpunten en op dit moment, over enkele minuten komen de eerste klanten hun bestelling weer afhalen van boeren hier uit de omgeving. We zijn nu zo'n 3 jaar bezig en we hebben zo'n 500 tot 1000 consumenten in Friesland die wekelijks bij ons bestellen. 50 boeren die hier deelnemen en wat wij zien is dat zij bieden aan wat er op dat moment geleverd kan worden. En dat is prima, zij zijn echt de startende ondernemers, de pioniers en als er een krop sla is, dan is er een krop sla en als het er niet is, dan is het er soms niet. En in deze beginfase kan dat nog. Maar deze mensen die willen groeien, deze boeren willen verder. En zij zitten in een leertraject waarbij ze uiteindelijk de kans hebben om ook de grotere markt te bereiken. Bijvoorbeeld bedrijven en organisaties die ook met deze producten willen werken. En in dat leertraject werken zij met nieuwe kennis. Kennis die er soms niet eens meer is, over bijvoorbeeld zelfzuivelen of het maken van brood van lokale granen. Het is een proces waarin deze boeren zichzelf moeten redden, waarbij vooral nu op dit moment ook wel wat coördinatie vereist is om dat een stapje verder te helpen, om dat ook in een versneld tempo ook te kunnen doen. En juist daarin merken we dat daar nu wat een vertraging optreedt, omdat juist deze boeren niet van het een of andere moment daar zijn. Dus dat is wel een knelpunt waar wij tegenaan lopen, willen we echt met grotere organisaties gaan werken. En toch, dat is wel een ambitie en een vraag die nu in de markt hier om ons heen begint te ontstaan. En ook in Zuidwest-Friesland. Zoals ik al zei, zijn de boeren dus ontzettend goed bezig. Maar ik zou de gemeente willen vragen om de komende jaren aandacht te hebben voor deze startende boeren. Deze startende boeren hebben ontzettend veel vraagstukken waar ze hulp in kunnen gebruiken. Voedselwarenautoriteit, de hygiëne, maar nog heel wat andere vragen daaromheen. En ik zou als gemeente daar de aandacht voor hebben om dat te helpen ontwikkelen. Want de boeren hebben er baat bij en je krijgt dat dubbel en dwars terug. Die boeren ontwikkelen een product en brengen daarmee een stukje lokale economie. Worden mensen daaromheen weer aan het werk gezet. En al het geld blijft in de lokale omgeving en dat krijg je als gemeente dubbel en dwars terug. In gezondheid, in de natuur, in de sociale waarden en natuurlijk ook dus in de lokale economie. En dat alles moet het waard zijn voor de gemeente ook om daar mee aan de slag te gaan de komende jaren. Natuurlijk werken we ook al met de gemeente en laat de gemeente al zien dat zij zelf lokale producten gebruiken van een aantal boeren. Dat is een mooie start. Ik vind het belangrijk dat we daarmee verder gaan en dat we dat laten zien dat meer bedrijven dat zouden kunnen doen. Dus laat zien wat de voordelen daarvan zijn voor de organisatie, wat de boeren daarvan vinden, want die hebben in één keer grotere volumes. En daarmee betekent je echt wat voor de omgeving. Dus wees een voorbeeld en zo kunnen we met z'n allen verder komen en kunnen we in de hele gemeente en de hele omgeving mensen inspireren om daar ook mee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat een hele belangrijke functie is vanuit de gemeente.